De jumping in Antwerpen lokt niet alleen de beste ruiters van de wereld met het gros van de top 30. Tijdens de Grand Prix, de belangrijkste wedstrijd, tonen ook de beste paarden hier hun kunstjes langs het Scheldewater. My horse has been a partner of mine for going on 6 years now. He's been a great campaigner. He's a real fighter and trier, and he really does some great results. Yeah, he's very careful. He doesn't want to touch the fences. That's the key. His style isn't exactly the most perfect, but he understands the game, and he's my friend. He tries hard. Ruiter en paard zijn vrienden. Het vergt jaren training en verzorging om een goede vertrouwensband op te bouwen. The fact is we cannot talk to them. They don't understand us like people understand us. That's why you need to have a really good connection. And even you, with your movement or the feeling you have, you should understand the horse and the horse should understand you. It's like all professional athletes. You don't need to be necessarily best friends to play well together. This is our job and their job. But it certainly helps. And you know, with this particular horse, I have a real tight connection. I have a great appreciation for him and what he does for me. Paarden zijn ook big business, maar zonder een goede band is er dus geen garantie op succes. Dit is het duurste paard ter wereld, Palou Bête d'Along, 11 miljoen euro. Sinds vorig jaar nog maar in de handen van een Qatarees. Paard voelt dat ook, dat de ruiter goed voor hem is en dan zal hij ook goed zijn voor de ruiter. Hoe groeit zoiets? Kan je daarop trainen bijvoorbeeld? Ja. Vertrouwen winnen enzovoort? Veel mee omgaan, veel mee spelen, gras laten eten. Zelfs niet elke dag werken, maar soms eens gaan spelen in het bos en wat galopperen. En een paard gewoon een paard laten zijn en niet altijd dwingen om te werken. Klein woord wint de Grand Prix, maar mannen van het uur is thuisrijder Constant van Paassen. Zoon van de Antwerpse legende Stanny van Paassen. Voor eigen volk haalt hij onverhoopt een bronzen medaille. Het 20-jarige talent geniet zichtbaar van het mooiste moment in zijn nog jonge carrière. De vreugde deelt hij met zijn paard. We beleven dat heel intens en dat is echt mijn beste vriend en kon niet beter verwachten. Hoe ziet jouw avond er nog uit? Ik denk dat het nog een toffe avond gaat worden. En voor jouw paard? Voor mijn paard die gaat er wat uitrusten, denk ik. Dat is wel dik verdiend natuurlijk. Ja, dat is heel dik verdiend. Hij mag wel een paar uurtjes rusten en dan naar huis gaan.